dames en heren, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Enzo Knol en je ziet het goed aan de titel. Er komt een Enzo Knol meeting. Maar Enzo, kom op, vertel. Waarom is het dan? Dat ga ik jullie in deze video uitleggen. Haar, fijn. En dan krijgen jullie ook alle details mee natuurlijk. Dus laat ik beginnen met wanneer de meeting is. Dat is 15 november. Ik kan jullie ook meteen vertellen dat de meeting gratis is. Woehoe! En nu is het bij iedereen feest, want gratis, oh, we houden van gratis allemaal, yeah! Maar, het is wel gelimiteerd. En dat houdt in dat er niet tienduizenden mensen kunnen komen. Er kunnen 500 mensen komen. En ieder persoon die zich op tijd aanmeldt en die komt, die mag plus 1 meenemen. Dus dat houdt in dat er eigenlijk 1000 mensen kunnen komen. Want al die 500 mensen mogen 1 iemand meenemen. Dat kan je vader zijn, dat kan je moeder zijn, dat kan je zus zijn, een vriendin, een vriend, wie dan ook. Je mag 1 iemand meenemen. Je knuffel mag ook. Of je voetbal. Ga zo maar door. Nu snap ik dat er vraagtekens zijn over het aantal mensen die kunnen komen. Want alleen bij de Utrecht jaarbeurs meeting die uit de hand liep, waren al 2.000, bijna 3.000 mensen. Nu is het zo dat de locatie niet meer dan 1000 mensen kan hebben. Dus vandaar dat het een max is van 1000 mensen. Dus je zou er ook heel erg snel bij moeten zijn. En de kans bestaat dat de meeting dus ook al heel erg snel vol zit. Maar wees niet getreurd, in de toekomst komen er meer meetings aan. Nu zal ik jullie even vertellen hoe je je kan registreren en kan aanmelden voor de meeting, want dat moet via een speciale website. Die website die zal ik even in beeld laten komen, www.enzoenteske.nl. Als je daarheen gaat, dan kan je inloggen met de naam Enzo. Als je mijn naam hebt ingevoerd, dan kom je een paar vragen tegen, die moet je even invullen. En er staan ook tijdstippen, dan kan je gewoon een tijdstip aanklikken waar jij graag heen wilt. Als je mijn naam hebt ingevoerd, dan kom je bij een paar vragen terecht. Die vragen die zou je even moeten beantwoorden. Vraag ook, en dit is heel erg belangrijk, even toestemming aan je ouders of begeleiding dat je mag komen. Want het zou zonde zijn als jij je aanmeldt en vervolgens niet kan en dat niet doorgeeft. Want stel voor als dat gebeurt. Want als dat gebeurt, dan kunnen wij natuurlijk die ticket gewoon aan iemand anders geven en daar blij mee maken. Als je mijn naam hebt ingevuld, kom je bij een pagina en daar staan allemaal vragen. Het is belangrijk dat je die even invult en het is ook heel erg belangrijk dat je even toestemming gaat vragen aan je ouders of begeleiding, zodat wij zeker weten dat jij komt. Als je dat hebt gedaan, dan krijg jij een bevestiging op je mail. Het is dus heel erg belangrijk dat je ook je juiste e-mailadres gaat invullen, want anders kan je dat mailtje niet. En als jij dat mailtje niet bevestigt, dan is jouw ticket ook niet bevestigd, dus kan je niet komen. Dus dat zijn allemaal hele belangrijke stappen die je wel echt even goed moet volgen. Ik heb trouwens echt geen flauw idee waarom ik deze video in mijn achtertuin opneem, want het is echt 7 graden of zo. Niet normaal, maar oké, ga verder. Als jij dus een bepaalde tijd hebt gekozen, is het heel erg belangrijk dat je ook op tijd komt. Als je te laat komt, kan je namelijk echt niet meer naar binnen. Daar zijn ze heel erg streng in op de meeting. En het is heel erg belangrijk dat als jij een mailtje hebt gekregen met de bevestiging, print die even uit en neem hem mee naar de meeting als bewijs dat jij de persoon bent die mag komen. Zonder die bevestiging kom je namelijk ook niet binnen. Nu zul je ook afvragen, maar Enzo, waar is die meeting dan precies? Waar ga ik jou ontmoeten? Nou, dat is in Amsterdam. Maar die exacte locatie krijgen jullie later via de sms op je telefoon gestuurd. Dit om te voorkomen dat er net zoiets gebeurt als Utrecht Jaarbeursplein, dat er in één keer 3000 mensen staan, die ik dus niet kan vermaken met een handtekening, een foto of een praatje maken, noem alles maar op. Ik ben erg blij dat deze meeting gaat plaatsvinden op 15 november. Ik ben erg blij dat ik 1000 mensen, oftewel 1000 kijkers van mij, ga ontmoeten. Ik heb er echt heel erg veel zin in en hopelijk jullie ook. Dus nog heel even als laatste. Het is in Amsterdam, het is 15 november. En om 11 uur, als je je aan hebt gemeld en als de hele registratie rond is, krijg je om 11 uur op dezelfde dag dat de meeting is, 15 november dus, de locatie gestuurd. En ik denk dat dit verder genoeg informatie is. Als het nog niet helemaal duidelijk is, check dan even de beschrijving. Daar staat het ook nog even uitgetypt voor jullie. En dan hoop ik dat ik jullie daar allemaal zie. Nogmaals, ik snap dat er mensen zijn die nu naar de website gaan en dat het vol zit, dat hun niet kunnen komen. Maar in de toekomst ga ik meer meetings houden. Dus dat gaat helemaal goed komen. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Het was heel erg informatief. Het ging namelijk ook alleen maar over de meeting. En ik ga afsluiten. Ik ga naar binnen. Later.